Nou, dames en heren, geachte jury, goedenavond. Dit is Quint Jansen, Jesse van Kuik en ik ben Dennis Filippo. Wij zijn van Medical Evolutions. Wij richten ons op innovatie van medische hulpmiddelen. Een tijd geleden was ik bij mijn oma in het ziekenhuis. Zoals u moet weten, mijn oma heeft slechte been en lijdt aan een ziekte. Daardoor loopt ze met een rollator en zit vast aan een infuuspaal. Ze vertelde mij dat ze 's nachts naar het toilet moest. Maar ja, je kunt zich voorstellen dat ze niet met een rollator en een infuuspaal samen naar het toilet kan. Daar heb je iemand voor nodig. Maar die verzorger was op dat moment ook niet aanwezig, waardoor ze niet naar het toilet kon. Ik vond het zo zielig, ik dacht, daar moet ik wat aan doen. Daar hebben wij de oplossing voor, de click and walk. De click and walk is een simpele samenvoeging van de rollator en de infuuspaal. Met één klik wordt hij op de rollator geklikt. Het voordeel hiervan is dat het revalidatieproces van de patiënt wordt bespoedigd. Het personeelstekort in het ziekenhuis wordt verminderd. En de patiënt is nu zelfstandig om naar het toilet te gaan of om beneden een broodje te eten. Inmiddels hebben wij 6 intentieverklaringen van verschillende ziekenhuizen, waaruit blijkt dat wij daar een pilot mogen draaien. Elk product wat in het ziekenhuis komt, het moet eerst getest worden en dat hebben wij nu voor elkaar. Daarnaast mogen wij ook een offerte uitbrengen aan het ziekenhuis. Voor deze pilot hebben wij 10 prototypes nodig en ja, dit kost geld. Op deze prototypes zal ook nog een CE-keuring mogen moeten, anders komt het ziekenhuis niet in. Daarom kom ik bij jullie de vraag voor ons. Onze vraag voor jullie. Wij vragen jullie om een investering van 25.000 euro te doen. Hiermee kunnen wij de 10 prototypes financieren en kunnen wij een CE-keuring op ons product plaatsen. Ook zullen wij hiermee onze eerste orders kunnen financieren. Bedankt voor jullie aandacht.